Oké, we gaan een opgave oplossen uit Cardinal over magnetisme in een spoel. En we hebben een lange spoel hier zo, een long solenoid. Solenoid, dat is een spoel met 400 windingen per meter. En hij heeft een, er gaat een stroom doorheen. Nou, dan weten we dat er een magneetveld in ontstaat. En er is een kleine spoel, nou, een solenoid en een coil. Nou, dat is eigenlijk het verschil. Volgens mij is dat ook een spoel van draad, dus van stroomdraad wordt daarin geplaatst. En onder een hoek van 90 graden met de hoek van de lange spoel. En die heeft 50 graden of 50 windingen. En er een bepaald oppervlak is gegeven en er loopt een stroom doorheen. En we willen weten hoe groot het moment is. Nou, laten we eerst maar eens een tekening maken van de grote spoel. Hop. Zo. Dus. Spoel. En binnenin deze spoel wordt een wat kleinere spoel geplaatst. En die heeft een oriëntatie van 90 graden. Dus die is 90 graden gedraaid ten opzichte van de as van deze spoel. Dus die heeft een as en daar 90 graden op. Laten we daarvoor deze richting nemen, omhoog. Anders moet ik hem met papier uittekenen, dat wordt wat lastig. Deze hoek is een rechte hoek, 90 graden. En dan zit hier dus een spoeltje in met 50 windingen, die we zeker niet allemaal gaan tekenen. En door dat spoeltje loopt een stroom. En ja, ik heb het allemaal getekend, dus laat ik dan ook maar een richting kiezen. Die wordt niet gegeven in de opgave. Er wordt ook niet gevraagd welke kant er op gedraaid moet worden. Dus we hebben die richting ook niet nodig. Maar het is natuurlijk wel een interessante vraag om voor jezelf te beantwoorden. Laten we dit dan IC noemen van de coil. En die is 0,50 ampère. Wat een vrij grote stroom is natuurlijk. En nou, de vraag is dus hoe groot is die kracht? Of het moment, om precies te zijn. Het moment wordt gegeven door deze formule. De torque, of het moment, is het aantal windingen van de spoel. Nou, dat is N is gegeven en dat is van het kleine spoeltje is 50. En dan is de stroom nodig, die staat hier. En dan hebben we het oppervlakte nodig, die staat in de opgave. Die is 1,2 keer 10 tot de macht min 3 vierkante meter. En dan hebben we het grootte van het magnetisch veld op die plek. Nou, die weten we nog niet. Maar dat magnetisch veld wordt veroorzaakt door de grote spoel waar een stroom doorheen loopt. En dan is er nog een phi nodig. De hoek die het spoeltje maakt met het magnetisch veld. Nou, daarvoor hebben we dus ook het magnetisch veld nodig. We kiezen dan de richting van de stroom door deze spoel is ook niet gegeven, maar laten we zeggen dat hij deze kant op gaat en dat hij op dit punt
en papier uitgaat en hier het papier in, dan weten we in ieder geval dat er een magnetisch veld langs de as van de spoel is. En met de rechterhandregel kunnen we ook de richting daarvan vinden. Nou, dat kun je controleren dat die in deze richting is. Dat is B van de long solenoid, dat noem ik dan maar S. En BS wordt gegeven van een long solenoid met de volgende formule. Die is mu 0, magnetische constante, keer N I. En dit allemaal van de solenoid. Nou, N van de, dat is dus het aantal windingen per lengte-eenheid. Die is dus de klein wordt kleine n voor gebruikt. En hoofdletter n wordt gebruikt voor een exact aantal windingen. Die is gegeven is 1400. En de stroom is ook gegeven is 3,5 ampère. Nou, die mu 0, dat is een constante. Dat is handig om op je formuleblad te hebben. Die is 4pi keer 10 tot de macht min 7. Ik laat de eenheid even achterwege. Wel willen we natuurlijk de eenheid van het magneetveld hebben. En dat is Tesla. Dus die komt uiteindelijk iets in Tesla te staan. Nou, als ik deze waarde allemaal invul, dan kom ik op een waarde uit. En dat kun je zelf narekenen. Van 6,16 keer 10 tot de macht min 3 Tesla. Of millitesla, wat je wil. Nou, dus dat is het magneetveld. Wat het kleine spoeltje voelt. En dan is het nu, nou is de vraag nog, wat is phi, hè? En daarvoor, die phi die is hier al gegeven. Het magneetveld is in deze richting. Dus dan is de hoek tussen het oppervlak. Dan nemen we het oppervlak hier zo even van de spoel. Ja, laten we dat zo inkleuren. Dat is het oppervlak. De hoek tussen het oppervlak en deze as of een magneetveld is 90 graden. Dus dat is mooi. Dan komt phi uit op phi is 90 graden en sinus phi. Oh, andere phi genomen. Sinus phi is 1. Nou, dan kunnen we zo het moment uitrekenen. Hè? De torque is, het was het de N, 50 keer de stroomsterkte, 0,50 keer het oppervlak was 1,2 keer 10 tot de macht min 3. Vermenigvuldigen met B keer 6,1 keer 10 tot de macht min 3 keer de sinus van 1 is 1 en daar komt een getal uit en dat getal is 1,8 keer 10 tot de macht min 4 newton keer meter, newton meter. En dat is dan meteen het antwoord op de vraag. Nou, kunnen we ons natuurlijk ook nog afvragen welke kant dit dan op gaat draaien. En we hebben al met de rechterhandregel die ik hier verder, ik heb dat verder niet uitgelegd, maar dan kunnen we wel een klein handje tekenen. Als we een handje hebben, zo, een rechterhand. Nou zijn mijn vingers in de richting van de stroom. Dus die zijn gekromd, hè, want we hebben het over een spoel. En dan is dit mijn duim.
Een knikje hier zo. En de duim wijst dan in de richting van het magneetveld. Dus dit is B. En dit is I. Daarmee vinden we de grootte van, of de richting van het magneetveld van de grote spoel. En als we nou willen weten welke kant dit op gaat draaien, kun je bijvoorbeeld hier kijken welke kant de Lorentzkracht op werkt. En dat is ook weer met een rechterhandregel. En ik ga daar een andere kleur hand voor nemen. Laten we eens een blauwe hand nemen. Nou, de vingers van de hand die wijzen in de richting van het magneetveld. Dus die kan ik dan zo tekenen. Dan wijst de duim in de richting van het magneetveld. En het is een rechterhand, dat betekent dat ik ben nu zelf ook thuis met mijn rechterhand aan het draaien, dat ik nu kijk in de palm van mijn hand. Dus dit is de palm van mijn hand, zo. Nou, dan is de Lorentzkracht is vanuit de palm gericht, dus die wijst het papier uit. Dus hier is de Lorentzkracht, die wijst het papier uit en dan zal dat hier papier in zijn. En dan zou die dus zo gaan draaien. Nu wordt dat niet gevraagd in de opgave, dus als je andere stroomrichtingen hebt gekozen, dan draait het ook de andere kant op. Maar we kunnen dat in ieder geval dus wel beredeneren en dat vinden we leuk. Oké, tot zover deze opgave en veel plezier met de volgende.